Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, het is weer zaterdag. De dag dat er een of andere prins, de zoon van Lady Di, gaat trouwen. Dat wordt dan gezien op de televisie. Het is vandaag alweer 19 mei. En het is 10:40. Ja, en die jurk die ik van de week had gekocht bij C&A. Ja, die is me toch wat te krap. Ik wil er twee naar binnen wel. Oh, nou, wat dikkie. Die komt binnen en die rode komt binnen. Ja, dus die moet ik even verhalen. Die zit toch wat te krap, want ja, ik heb hem gewoon op te vouwen, op mijn rug ook. Nou, dat is niet een fijn gevoel. Dus die ga ik straks even ruilen. Ik doe eerst even een bakje koffie daar, dan ga ik weg. En als ik weer terugkom, doe ik weer een bakje koffie. Met een broodje. Ja, ik heb nou geen zin. Wel even een bakje koffie, even wakker worden nog. Wakker worden. Nee, ik heb wat last van mijn ogen. Ik ben wel opgemaakt, maar daar zit een bultje bovenop. Geen prettig gevoel. Nee, maar het doet er niet toe. Hi meisje, mijn prinsesje. Hi, wat gaan we doen? Lekker hopie. Ja, dat, vandaag heb ik een heleboel te doen, want ik wil de vloer schoon hebben. Want nou, als je dat ziet, allemaal haren. Dus die trek ik even met een rubberen bezem schoon. En ik moet even denken, soep moeten klaarmaken voor, het klinkt ver weg, dinsdag, maar ik vries het misschien wel in en ik wil zelf ook een beetje vandaag. En ik heb ook nog in de vriezer staan, dat gooi ik er ook bij in. Dus dat ga ik zo meteen even uithalen, want dat kan dan allemaal lekker door elkaar heen. En ja, het is toch kippengroentesoep wat ik maak. Dat vind ik ook trouwens wel een van de lekkerste. Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet van de dag. Het is, zover ik weet, wel rustig weer. Enkel, het is ook wel grijs, af en toe het zonnetje er doorheen. En het was vannacht rustig qua luilakken. Ja, ik heb niks gehoord, niks vernomen. Niks gezien, ook aan mijn huisje is er niet geprutst. Althans, niet voor. Ik heb de brievenbus weer open. Dus ja, de post kan er weer in. En de kranten. Maar ja, dat zijn alleen nog huis- en huiskrantjes. En verder niks, want ik ben niet geabonneerd. Nee, ik hoef geen abonnees op kranten. Nee, dat heb ik niet nodig. Als ik het wil lezen, dan doe ik het op de computer wel. En, maar er staan wel eens kortingsbonnen in en daar gaan we dan voor. Dus ja. Komt allemaal goed. Dat lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En we spreken elkaar later. Ik zou zeggen, geniet van elkaar en geniet van hetgeen wat jullie doen gaan. Doei! Thank you.
Thank you.